Nou, ik had vroeger ook niet zoveel contact met jongens eigenlijk hoor, want ik had namelijk een lul. Hoe heet? Maar die bril, nou kijk, die bril had het eigenlijk niks mee te maken hoor. Die heb ik hier zitten. Ik had ook een haarband. Kijk, was deze bril. Ik laat het zien. Daar heb ik er gisteren op gaan staan ook. Maar toen heb ik van mijn moeder een keer een contactlens gehad. Dat was net iets te duur voor ons toen. En toen... En die lens heb ik een tijdje gedragen, eigenlijk meer voor mijn moeders plezier, want ik had er zelf helemaal geen plezier in, want ze zei dat je er alles mee kon. Maar toen ben ik een keer mee in slaap gevallen en toen werd ik 's morgens wakker en toen zat hij hier helemaal hierachter, zo hier in mijn oog zat hij hierachter en toen moest ik hem helemaal terugduwen. Ben ik een paar uur erg mee bezig geweest en toen had ik hem er uiteindelijk helemaal uit, helemaal een beetje bebloed en zo. En toen was dit oog ook eerlijk gezegd nooit meer geworden wat het eigenlijk zou moeten zijn. En toen heb ik een tijdje in het andere oog gedragen. Eerst afgespoeld natuurlijk. En toen ben ik hier bij ons achter in het zwembad in de buurt, in het zwembad ben ik gedoken met die lens. Of gesprongen eigenlijk, ik durfde helemaal niet te duiken. Durfde ik nou nu niet. Maar toen ben ik die lens onder water kwijtgeraakt. Nou, dan ben ik echt echt een paar uur, echt tot sluitingstijd ben ik bezig geweest op de bodem om dat ding te zoeken. Niks meer gevonden. Ik kwam helemaal een beetje misselijk en blauw aangelopen. Ik kwam zo dat zwembad uit. Ik ben naar huis gelopen, helemaal hoestend en een beetje brakend ook en zo. En toen ik thuis was, heb ik gewoon die bril weer opgezet. Want ik zal je laten zien hoe dat eruit zag. Ongeveer hoor. Zoiets. En nog een kastje. En nee, want ik begreep opeens waarom ik die lens eigenlijk van mijn moeder gekregen had. Want ik dacht namelijk dat het door die bril kwam dat ik zo vaak alleen thuis kwam zonder jongens en zo. Maar dat was gewoon onzin, want dit was echt een hele moderne bril in die tijd hoor toen. Het was echt heel, daar kon je gewoon mee lopen geloof ik. En trouwens, ik was ook gewoon een heel ander type, want die meisjes uit mijn klas, nou dat waren gewoon, want dat waren bijvoorbeeld gewoon afgelikte boterhammen. Die gingen gewoon met elke jongen mee. Nou, en wat ze precies deden met die jongens, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat deed ik in ieder geval niet, dat wou ik niet. Ik was gewoon heel anders. Ik las heel veel gelezen in die tijd en heel veel, hoe noem je dat, gewandeld. Hele lange wandelingen gemaakt met van die wandelschoenen en zo. En ook heel veel televisie gekeken, heel veel series gezien. En toen heb ik op een avond dat ik voor de televisie zat, heb ik mijn allereerste liedje eigenlijk geschreven. Dus dat kan ik misschien wel even laten horen ook als je het... Ik heb toen al gewoon een instrument bij me. Ja, het is anders hoor. Weet je, iets anders. Nee. Kijk, ja, het is iets ander model. Maar ik kan het liedje wel even laten horen, anders als je het... Nou, een beetje gek eigenlijk hoor. Nou, doe maar jongens, leuk. Kom, gezellig. Ja, zo'n... Nou ja. Nou, moet ik even denken hoor. Zo, een kroket. Nou, nou, gaat zo. Ik zie je gaan, ik roep je naam, maar jij loopt door, je blijft niet voor me staan. Ik weet wel wat jij van me vindt, een beetje slom, een zielig kind. Maar ik kan niet zonder jou bestaan, ik ben alleen, daar gaat alweer een traan. 'S'avonds laat, de regen slaat tegen mijn bril, ik loop verder over straat. Jij gaat vast weer naar een feest, ik ben een keer op zo'n feest geweest. Je vriendinnen dromden om je heen, het was stervensdruk en ik zat maar alleen. 12 uur, ik lig in bed, ik lees een boek, oh jongens wat een pret. Waarom kijk je mij nooit aan, en waarom zie je mij nooit staan? Ook op school ben ik altijd te veel, de pindakaas blijft plakken in mijn keel. Hey, Robert-Jan, jij bent de man. Dat ik je toch niet krijgen kan. Jij verlooft je met